Welkom en tof dat je kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van Voorbij je Grenzen, de podcast. Deze podcast biedt waardevolle inzichten, praktische tips en inspirerende verhalen van gasten uit verschillende achtergronden en expertisegebieden. We leren van hun ervaringen, succesverhalen en fouten. Hoe zijn zij uit de donkerste periodes van hun leven gekomen? Hebben zij zichzelf herpakt en hebben ze zichzelf kunnen overtreffen? Vandaag hebben we te gast. Frans Christian Vredix, ook wel beter bekend als Lange Frans. Lange Frans zou je kunnen kennen van het rapduo Lange Frans en Baas B. Samen behaalden zij grote successen in de Nederlandse rapscene met hits als Het land van en Zinloos. Dit is Voorbij je grenzen, de podcast, gepresenteerd door mij en Donny Roelvink. Een nieuwe aflevering van Voorbij je Grenzen voor iedereen die aan het uh, luisteren of aan het kijken is. Op Spotify zou het fijn zijn als je ons 5 sterren zou kunnen geven. En mocht je dit nu op YouTube aan het bekijken zijn, abonneer dan even. We hebben weer een nieuwe gast voor jullie. Uh, Lange Frans. Gezellig dat je er bent. Hoe is het? Uh, Supergoed. Fijn om hier te zijn. Leuk dat je wilde komen. Dankjewel. Ja, ja want Donny uh, stuurde jouw naam door. En toen dacht ik, ja, de man heeft veel, uh, veel meegemaakt. En ik denk dat uh, daar een hoop mensen iets van zouden kunnen leren. Ja, wellicht. <laughs> ja, nou, daar gaan we niet. ook nu komen, ja. toch? <laughs> ja. ik, ik, ik hoop het. Want dat is het allermooiste in voorbije grenzen. Um, daarin gaan we het met jou hebben natuurlijk over... Uh, hoe ga jij om met je grenzen? Ga je wel eens voorbij je grenzen? We gaan het hebben over een donkere periode. Hoe ben je daaruit gekomen? Maar ook uh, heb je feest gevierd toen je er eventueel uh, uh, uitkwam uit die donkere periode? We hebben wat uh, woorden voor je opgeschreven waarvan we willen weten wat die voor jou betekenen. Mm -hmm. En een, uh, je hebt een product of iets meegenomen wat voor jou een, uh, een mooi verhaal heeft. Um, en dat horen en zien we allemaal aan het einde. Dat heb uh, ik ook, ja. ja. Van, van de podcast. Donnie, jij stuurde mij een berichtje Lange Frans. Want die heeft ja. verschrikkelijk veel meegemaakt. Ja, ik vond hem bij het, uh, het onderwerp Voorbij Grenzen goed passen. Los uh, dat ik al jaren uh, fan ben van uh, Franse muziek, uh, vind ik hem ook een hele interessante, uh, interessante man. Als ik podcasten van hem luister, uh, komt hij op me over als iemand die veel kennis van heel veel dingen heeft. Uh, ik weet dat hij uh, een donkere periode heeft meegemaakt dat hij uh, vroegtijdig al heel veel succes heeft geboekt in zijn jongere jaren en nu nog steeds ja bij dit onderwerp vond ik hem wel moest ik wel gelijk aan hem denken dus uh, ik ben heel blij dat hij er is ja fijn Frans dan uh, kicken we meteen uh, maar tussen de ballen zoals ik, dat, uh, <laughs> zoals ik dat zeg die donkere periode waardoor hij het over heeft ja uh, schiet jou dan meteen iets te binnen nou ja, zeker wel. Kijk, ik heb, er is een periode geweest in mijn leven. Uh, waar uh, drank en drugsconsumptie uh, de overhand kregen. En uh, ja, zoals je weet, daar word je geen beter mens van. En om een kleine schets te geven, zeg maar, in 2008 uh, gaf mijn toenmalige reppartner uh, baas B., uh, die, die hield ermee op. Dus ik viel ineens in een soort van gat. Ik had een bedrijf wat normaal met z'n tweeën werd gerund. En. Uh, je hebt een show die gebouwd is op twee man. Je hebt allemaal liedjes die je met z'n tweeën zingt. Dus ik had ineens van alles nog maar de helft over. Dus dat was een, was een moeilijke periode. En um, ja, de muziekwereld, de entertainmentindustrie is uh, sowieso niet goed voor je gezondheid. Niet geestelijk en lichamelijk. Maar dan kreeg ik een periode dat je nog meer in de nacht moest gaan werken. Ik had geen chauffeur, dus zelf rijden. En nou, toen toen is gebruik wel uh, wel een dingetje geworden en wat is gebruik uh, drinken uh, sowieso en en uh, en cocaïne uh, dat dat waar, dat waren zijn tot de dag van vandaag mijn grootste vijanden ja en en hoe hoe zagen dan die momenten eruit als je bijvoorbeeld van een van een avond werken thuis kwam en uh, ja ja je, je zat er eigenlijk middenin uh, hoe uit het zich dan nou kijk ik denk wat je niet moet vergeten is dat als je zeg maar, thuis komt van een serie optredens, dus drie uur, half vier s'nachts. Je zit nog hoog in je adrenaline. Dus je kan niet meteen gaan slapen en denken. Uh, het is allemaal wel goed. Uh, oogjes dicht en uh, we kijken morgen wel weer. Maar. Um, hoe bedoel je, of ik nog s'nachts uh, rare feestjes ging doen in mijn eentje of zo? Nee, ja, ik bedoel van, nee, je, je, je komt thuis, je hebt een uh, avond werken gehad, ben je dan ook nog constant met gedachten bezig? Uh, van zo'n uh, zo zo break-up tussen, tussen jou en nee, Bart? Of nee, en dat nee. heeft dat lang nog een rol gespeeld? Nee, dat niet. Of ik heb veel dingen gewoon uh, ver naar de achtergrond ja. gedrukt. Kijk, ja. ik, had, ik heb helemaal nooit de luxe gehad om daar lang over te mijmeren of over te praten of over te janken, want ik moest gewoon door, snap je? Ja. Dus, uh, en ik denk sowieso dat, dat doorgaan is, is, is voor iedereen een goed medicijn. En uh, aan de ene kant was het ook zeg maar een valkuil, want je bent in de nacht aan het werk en je bent aan het drinken, je zingt 22 bako, dan komen mensen je geen thee brengen. Weet je, dat is natuurlijk ook gewoon, dat roept je een beetje over jezelf af. En um, ja, de sluipmoordenaar uh, van, van, die, die, die koken is, uh, die, die vindt zijn weg vanzelf. Na een paar borreltjes ga je een beetje. via ja, vind je je weg naar de poedendoos. En daar begint het gezeik. Zijn daar momenten voor jezelf dat je heel bewust daar aan terugdenkt? Uh, en dan voor jezelf voelt, oké, okay, daar ging het fout. Dus dit was het moment dat ik die poedendoos opende en dat ik dacht. fuck Frans, waar de fuck ben ik mee bezig, maar ik doe het gewoon. Nou. Nah. Ik heb al. Ik heb netjes het script ook gelezen. Ik zit te denken van: in hoeverre zal ik het boek opengooien. Uh, ik heb toch besloten. Ik, kijk, ik, ik kan niet alles op tafel leggen, want dat, dat maakt het te persoonlijk. Snap je? Dat, dat vind ik te ver gaan. Maar ik heb wel nagedacht over wat kan ik dan wel als voorbeeld aangeven dat ik bij mezelf dacht: van nou, dit is echt niet goed. Uh, er is een keer een, een nacht geweest dat ik uh, naar huis reed. En dat ik de laatste twintig minuten van mijn terugreis de volgende dag niet meer kon herinneren. En dat was de eerste keer in mijn leven dat dat gebeurde, zeg maar. En dat vond ik heel eng. Want in die twintig minuten had er... Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik, want ik kan hem niet meer voor de geest halen, zeg maar. En toen dacht ik wel van, dit is niet goed. Want ik had, zeg maar, iemand aan kunnen rijden of whatever. Je kan verzinnen wat er in die twintig minuten gebeurd had kunnen zijn... Had kunnen gebeuren en ik had het niet meer geweten. En dat was een van de uh, vele uh, manieren waardoor ik mezelf wel wakker heb geschud en heb gedacht van dit moet anders en, uh, en, en nu moet het roeren. Om. Ja. Toen is ook de rem erop gegaan. Zeker, toen ben ik ook actief hulp gaan zoeken. Uh, eerst in mijn nabije omgeving, mijn familie, mijn vrouw, uh, de moeder van mijn kinderen, heeft me daar ontzettend mee geholpen en gesteund. En uh, ik ben aan meetings gegaan. Uh, Thomas Berg heeft een grote rol gespeeld in, in mijn herstel. Want die was daar al mee bezig. Uh, en uh, we deden toen samen een project. En toen zag ik van: Oké, okay, je kan ook gewoon functioneren zonder te drinken. En, en, en het is goed om dat te zien zeg maar, van dichtbij. Als ik jou niet zie drinken, dan is het voor mij makkelijker om met jou mee te doen. En hij heeft me een aantal. Ja, toch wel uh, praktische tools ook daarvoor aangereikt. En hij heeft me meegenomen naar een aantal meetings. En die meetings vond ik altijd verschrikkelijk. Uh, want er zitten mensen met echt uh, die gewoon 30, 40 jaar lang gewoon nog veel heftigere shit hebben meegemaakt, weet je wel. Maar het was wel weer goed, want daar hoor je verhalen van mensen die gewoon alles zijn kwijtgeraakt. Ja. Huis, bedrijf, uh, relaties met hun gezin. En die na 30 jaar. Uiteindelijk weer een beetje konden lijmen. En dat was voor mij wel een ding dat ik dacht van oké, okay, ik ben hier nu een paar keer, maar ik zorg dat ik hier over dertig jaar niet meer zit. Want ik wil niet over 30 jaar pas vertellen dat het allemaal weer rond is gekomen, zeg maar. En vergeleken met wat je daar hoorde, valt het ook allemaal wel mee of zo. Mm het -hmm. is nog steeds erg. Want iedereen zijn gebruik en zijn, zijn verslaving is een heel persoonlijk. Wat voor jou te veel is, is voor mij te weinig, en vice versa. Maar um, ja, dat heeft me wel aan het denken gezet. Ja. En het gebruik is voor jou... Uh, natuurlijk die periode waarvan je denkt... Ah, dit is redelijk donker. Maar is dat dan ook het, het afscheid van je kompion? Afscheid van bepaalde vrienden? Uh, mensen uh, die je misschien niet hebben geholpen... waarvan je dacht... die hadden me wel even wat eerder kunnen waarschuwen? Ja, ik, ik ben nooit zo van... met de beschuldigende vinger naar andere wijzen Ik ben verantwoordelijk voor mezelf. En uh, hoe vervelend het was... Dat, 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 dat Bart in die tijd stopte. Het... Bood voor mij ook weer nieuwe kansen. Want ik, ik mocht gewoon doorgaan. En mijn naam was goed. Mijn reputatie was goed. Ik had alle kansen uh, die er waren. Ik kreeg een fantastische nieuwe platendeal bij topnotch en weet je, ik, dus ik kan daar niet op die manier over klagen. Uh, ik denk dat ik het vooral mezelf heb aangedaan door uh, uh, niet op tijd rust, reinheid en regelmaat toe te passen en uh, te ver door te gaan uh, uh, zelf. Ze zeggen soms ook wel eens dat dingen moeten gebeuren in iemands leven. Heb jij dat ook bij dit gehad? En in die heftige vorm misschien, maar dat, dat je tot nieuwe inzichten er wel door bent gekomen en anders bent gaan leven? Sowieso ja. los van het uh, gebruiken natuurlijk dan, hè? Dat, dat denk ik wel. Ik vind het moeilijk om het in die termen te, ja, te, ja, te bewoorden. Maar het heeft zeker wel uh, voor mij goede dingen opgeleverd. Het feit dat ik nu kan zeggen dat ik al uh, zes jaar geen druppel alcohol meer heb gedronken, dat ben ik ook... Als ik dat mag zeggen, ja, daar ben ik heel trots ja, op. Ja, en in één keer ook, want je ziet ook vaak, hè, ik heb het dan met mijn eigen broer gekend, hè, een, een terugval dat, dat ligt om de hoek. Ja. Uh, dat het je dan in één keer zes jaar lukt, dat is de, ja, daar mag je zeker trots op zijn. Ja, en die terugval, kijk, als je ooit een verslaafd, het eerste wat ze je leren in de verslavingszorg is, je bent verslaafd en dat zal je altijd blijven. En dat is fokt op om dat voor jezelf tot je te nemen. En om dat in de spiegel tegen jezelf ook te zeggen. En daarmee in het reinen te komen van weet je, dit is wel wie je bent. Van in ieder geval een onderdeel van, van wie je bent. En um, wat ook belangrijk is, ook voor, uh, voor iedereen, is dat. Uh, en ook een les die ik heb geleerd is. Je kan met veel mensen niet meer hangen. Nee. Snap je? leef je daardoor ook niet een soort van in je achterhoofd met altijd een demon? Zo, want ik ben, je bent. Er altijd mee bezig. Het lijkt me ook lekker als iemand zegt: ja, een verslaving, daar kom je wel vanaf. Dat is mooi om te zeggen, maar niet realistisch. Nee, ja, want ik, ik herken het namelijk niet, dus vandaar de vraag. Ik ja. ben heel erg dat als er iets dwars zit, dan blijft het hier ten alle tijde achter in mijn hoofd zitten. Wat ook heel vermoeiend kan zijn, volgens ja. mij. Nou, ja, kijk, het is voor mij gewoon wel zo: van uh, ja, er zijn bepaalde plekken waar ik niet naartoe ga. Er zijn bepaalde uh, mensen die ik heb gebeld heb en gezegd: oh, grap, tot hier en niet verder. Ja. Want als ik weet, als, ik, als jij nog wel doet wat ik niet meer wil doen. en ik sta naast jou. dan is de kans dat ik in jouw tunnel meega. groter dan dat jij in mijn uh, uh, soberheid doorgaat. Weet ja. je wel? En uh, nou, dan kan het zijn dat je mensen of nooit misspreekt, of heel lang niet mispreekt Of totdat je samen uh, elkaar bij een meeting tegenkomt. Hé, hey, wat leuk dat jij er nu ook bent, weet je wel. Heb het licht gezien. Ja. Maar dat duurt even. S Soms duurt het even. En er zijn ook mensen, ja, die, je, sommige mensen komen er nooit vanaf. En zullen nee. altijd in, in die dingen blijven. En het ding is ook, zeg maar, in de entertainmentwereld is het ook... als ik ergens kom en ik vraag gewoon inderdaad om die kamillethee... dan krijg je ook vaak een rare opmerking. Of gezellig. Ja, ja. ja. En, en, dat ja, zijn de ja. opmerkingen die bij mij wel in het verkeerde keel gaat kunnen schieten. Ik probeer er altijd ja, maar... sportief over te zijn. Hè? Ja, ja. Maar zeg maar, dat, dat, dat zijn momentjes. Dat, ja, dat kunnen ja. momentjes zijn. Ja, 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 dat is, ja. Ja, doe even gezellig. En dan, dan zeg ik, dan ga ik ook echt, dan, zeg, dan neem ik ze even op. Dan zeg luister, dit is mijn situatie. Als jij nu wil dat ik gezellig doe, ga je dan met mij de aankomende maand ook in, wanneer het nog fouter gaat of wanneer ik ja. dingen moet gaan uitleggen? gaan we dan ook samen naar de bonen van de put. Als ga, we nu samen gezellig gaan we het echt gezellig heel gezellig ja. maken. Snap je? Ja. Ja. En uh, wat je dan wel vaak merkt is dat mensen, uh, als je die uitleg eenmaal hebt gegeven aan mensen, dan zullen ze je nooit meer. Uh, meer, vragen, uh, nooit maar, meer maar je bent doen er best luchtig over. Dat ben ik ook, omdat ik vind dat je. Uh, luister, we zijn geen zeikers, we zijn geen bitches, we moeten gewoon door, er is genoeg te doen. Je krijgt elke dag een nieuwe God gegeven kans. Elke dag, als je gisteren alles hebt verkloot, maar je wordt de volgende dag weer wakker in dit land waar wij zijn, waar iedereen alles kan doen wat hij wil, in principe. Ja. Uh, en het is koud, maar de zon schijnt, snap je? Dus we kunnen, we mogen. Relativeren wat dat betreft. En ja. Dit is ja. ook mijn, Ik ben 43 jaar oud. Ik heb op mijn 16e besloten dat ik rapper wilde worden. Op mijn 21e uh, ben ik gestopt met school en alle bijbaantjes die ik ooit gehad heb. Dus ik heb al 22 jaar werk ik voor mezelf. Ik heb nooit een baas gehad, snap je? Ik mag echt God op mijn blote knieën danken voor het leven dat ik heb dat ik leid tot de dag van vandaag. En die dankbaarheid is ook iets waar ik uh, steeds bewuster van ben geworden. Ik ben altijd al dankbaar geweest, maar misschien ben ik nog dankbaarder geworden. Ja. Weet je, ik bedoel, ik verdien mijn geld door in studios te zitten met mensen om te we zijn op zoek naar een sampletje. en als we hem hebben gewonnen dan wordt er dan een soort klein feestje gevierd en dan ga je dat ding ja. lopen en dan sta je te dansen met zo en denk je, ja dit is hem dit is hem dit is hem en ja. dat is dat dat is letterlijk hoe mijn werkdag eruit ziet op zoek naar dat dingetje weet maar muziek is dus ook heel helend geweest zeker en in mijn muziek w want het is ook fout gegaan door muziek ja, 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 ja. En het is ook weer heel helend geweest precies en ik heb bijvoorbeeld toen de tijd uh, ik heb uh, ooit bij de beste zangers heb ik mijn versie mogen zingen van uh, gewoon gelooft in mij. Dus het is gewoon het, het haases refrein met drie coupletten ja. van, van mij erop. En um, die rap begint ook met uh, de lines. Ik ben zo stom geweest en zo dom geweest. Ik zeg dat ik het niet meer doe, maar ik doe het soms nog steeds. Terugval. Seks, drugs, rock'n'roll, Alice in Wonderland. Tot je je beseft dat je een rapper uit de polder bent. En speel die rol nou maar. Ik heb de tol betaald. Nachten doorgehaald en god, ik heb het bond gemaakt. Loog tegen iedereen. Zij het gaat super lekker. Ben op een nieuw dieet. Koffie en sigaretten. Snap je? Mm -mm. En dat is een liedje. wat ik wekelijks speel. Dus door dat ook tegen jezelf te blijven zeggen. en die woorden, zeg maar, te blijven herhalen. En als je dat liedje zingt, dan ga je ook terug naar het moment. dat je dat schreef. Toen ik het schreef en maakte. Zat ik een stuk slechter in mijn vel. Ik kon het nog wel verwoorden allemaal, want ik ben een hele goede rapper zoals je hoort. <laughs> maar uh, je blijft dan toch teruggaan naar dat moment. Is ook de reden dat ik bijvoorbeeld het liedje Sinloos... niet graag live speel, omdat je, uh, je hebt het daarover die zes slachtoffers. Dus je gaat eigenlijk, neem jezelf, als je ja, dat, uh, uh, als je dat goed verhaal. wil rappen en je wil dat overbrengen naar mensen, ga je toch weer door dat verhaal heen. En je ziet die krantenkoppen weer voor je en nee, je kent die mensen niet, maar je hebt ja. toch een soort van band met ze. Het werkt ook bijna therapeutisch dan, gewoon je muziek. Ja. Mu muziek is, is geweldig. En kijk, ik, je zal mij nooit zien dansen in een disco of op een festival. Maar als ik mijn eigen optreden heb, dan kom ik met de gekke Michael Jackson movie. Dus dan heb je toch. Je bent aan het bewegen, je bent ook aan het, aan het, aan het zweten. Want het is altijd warm eh, op het podium. En, en je krijgt tegelijkertijd krijg je veel. Uh, liefde van mensen terug, veel energie en zo. En dat, dat, is, dat, is, dat is heerlijk. Maar ook een uh, bevoorrechte positie om in te zijn. Ja. De plek waar ik sta is waar duizend mensen willen staan, maar ik sta er, snap je? Ja. Dus dat is, het is ook niet van. Uh, oh, uh, je, wilt, uh, je wilt omgaan met je verslavingsproblematiek. Maak maar een liedje. Dat werkt ook niet ja. voor iedereen. Hoop dat je dan ook door zo'n uh, donkere periode heen. Als we dan gelijk een tip mogen gooien naar mensen, om, om meer te relativeren wat dat betreft. Een um, beetje stil te staan met wat je net al zegt, het is al gegeven. Om te doen wat je doet, Dat is al een voorrecht in jouw positie. Zeker. Ja. Want um, kijk, toen wij begonnen 25 jaar geleden, waren er 100 rappers in heel Nederland. waarvan er uh, 5 een kwartje konden verdienen en 10 een consumptiebon. Dat was een beetje het ding. Ja. Zeg maar. Een AA'tje en een snikker voor een optreden. Ja. En dan had je het goed gedaan. Dan <laughs> ja. zeg maar. was je nog fucking was blij over. Ja. Um, dus, en ik zie ook van hoeveel mensen er toen repten, in die tijd al, die het allemaal niet gered hebben. Ja. Weet je wel? En wat dat betreft, ik bedoel, luister, ik knok elke dag ook keihard voor wat ik doe. Maar uh, er zijn altijd mensen die, uh, die het niet hebben gered, zeg maar. En dan denk ik van ja, je positie is bevoorrecht. Hm. En um, als je, je. Het gras is altijd ergens groener. Er is altijd iemand met een lekkerder wijf. Er is altijd iemand met een mooiere auto. Maar. Fuck dat, mijn auto doet het ook. ik heb ook een hoop mooie vrouwen in mijn leven, snap je? Dus je kan altijd kijken naar iemand anders die het beter heeft. Maar ik ben altijd zo blij met wat ik, wat ik zelf wel heb, zeg maar. In plaats van kijken naar wat je niet hebt. En we leven ook natuurlijk in een, in een soort van maatschappij waar. Je, je gaat, als je je Instagram niet goed instelt, dan, dan zie je constant fantastische levens voorbij komen. Ja. En als dat is waar je de hele dag naar kijkt, als ik mijn Instagram open, dan zie ik bijvoorbeeld veel filmpjes over. Hoe je het perfecte brood bakt. Uh, snap je? Dat is een van de dingen. Ik bak graag. En ik, ik sta graag in de keuken. Dus ik volg dat. En dan zorg ik ook bewust voor. Want als ik dan weer een, een, iemand met een fantastisch baguette recept voorbij zie komen. Denk ik, oh, dat, dat ga ik morgen proberen. Mislukt natuurlijk. Valikant de eerste keer. Maar. Snap je? Dat zijn positieve dingen om jezelf uh, gewoon mee bezig te houden. En. Ja. En, en dus ook niet meer hangen op die plekken. En met die mensen. En gewoon zorgen dat je positieve dingen aan doen. Ja, wat is dat dan nu het, het nieuwe geluk? Dat uh, de kleine dingen genieten, dat, dat Instagram openen en een nieuw recept proberen? Onder andere? Is dat ja. hoe jij nu feest viert? Nee, nee <laughs> ik, ik, ja, hoe vier ik feest? Ik weet eigenlijk niet of ik Maar dat kan... zal veranderd zijn. Ja, ja, nee, dat is wel waar. Daar heb je wel een punt. Uh, ik, ik ga veel feest uit de weg, dat wel. En dan moet je ook gewoon eerlijk over zijn, snap je? Je kan, je kan niet meer naar de afterparty. Het is, weet je? want. Die, die, die zilveren schaal komt toch op tafel vroeg of laat. En de ene is aan het spelen van dit, en de ander aan het spelen van dat. Ja, dat, dat, dat werkt ook niet. Maar dat is wel het voordeel van niet drinken. Kijk, als je niet drinkt, kan je namelijk ook niet communiceren met dronken mensen. Nee. Nee. Dronken mensen kunnen samen heel goed communiceren. En op een gegeven moment is iemand lam en dan gaat hij in je oor staan schreeuwen. En soms ook nog staan rappen. me ja, uh, ik... hey, heen. Handen. Dan zit ik al in de auto. Op het moment dat diegene zijn eerste zin wil passen, ben ik al ja, in de auto. Ja, ja, Want die mensen zeggen dan die denken van, oh dit is mijn kans. Ja, ja. Ik ga rappen voor Frans. En dan heb ik zoiets van, als jij had gewild dat ik jouw rapper had gehoord. Je kan mij altijd een e-mail sturen. Ja, ja. Ik ben niet moeilijk te ja, vinden. Stap nou je ja, Instagram op mijn bio. Begrijp je? Ja, ja. Je kan mij gewoon een mailtje sturen met je demo erin en je verhaal. En dan ja. zal ik... Altijd reageren, ook als ik het kut vind, ga ik gewoon in een mooie bewoording zeggen van ja, je plaat is helemaal kut, dit gaat nooit wat worden, ik ja. zie hier commerc commercieel helemaal niks in. Uh, maar kom niet in, in, een, in een, een of andere uh, disco-avond in mijn oorspit. Uh, en, uh, nee, dan ben ik, Met een uh, warme lucht. <lacht> ja, <lacht> ja, het, is gek dat, het is gek dat toen je nog dronk, had je hem omarmd en had je gezegd: Dit klinkt goed, man. Ja, precies. Lopen van mij voor een wurgcontract. Maar wat, wat heeft uiteindelijk die, die, die soberheid jou nu het meest geleerd over jezelf? Uh, nou, dat ik een uh, prettiger mens ben zonder en uh, het niet hoeven vechten tegen de kater. Um, tja, oh, tja. Ja, kijk, daar, daar gooi ik weer een bom. Ja. als jij een avond goed gaat zuipen, zeker als je niet meer twintig bent. Kijk, als je twintig bent, is de wereld een andere plek. Dat zeg ik er ook bij. En ik zeg ja. niet tegen mensen dat ze niet moeten drinken. Dat, je moet, iedereen moet echt alles voor zichzelf weten. Dit is hoe ik het heb gedaan. Mm. Vind ik belangrijk om er als disclaimer bij te gooien. Maar um, ja, als je... Sorry, hoe? Wat ja, dat je geen kater... Vechten tegen de kater. Vechten tegen de kater, dat was hem. Als je gewoon een stukje je kraag hebt, dan heb je vaak een, een halve dag nodig om weer een klein beetje jezelf te worden. Helemaal op onze leeftijd. Misschien duurt het bij ons zelfs wel een week of zo. Ja, nou... En ik denk als ik nu zou drinken, als ik een half flesje wijn zou drinken, ik denk dat, 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 heel, ik denk dat het eerst heel leuk gaat worden. Maar daarna wordt het echt niet leuk, denk ik. Ik heb net, eh, om het maar op mezelf te betrekken, net zes, zes maanden niet gedronken. Misschien langer. Ja, misschien langer. Maar ik heb niet exact bijgehouden. En dat was fantastisch. En nu heb ik december weer een beetje gedronken. En daar heb ik een spijt van. Dat wil je eh, niet weten. Eén, omdat het weer heel moeilijk is om vanaf te komen. Omdat je ineens toch denkt. Ah, ik doe toch weer even lekker een ja, rood wijntje. Ja. En dat is ook echt waar ik mee ben begonnen. Ik ben wel een keertje goed naar de kloten gegaan op een feestje. Omdat ik dacht. Dat was, uh, dat was leuk en dat was op zich wel fijn omdat ik ook weer even mijn gedachten uit kon zetten. Mm. Maar ik merkte dat ik daarna weer een soort van het aan het normaliseren was. Nu ben ik weer gestopt en denk bij mezelf, oké, okay, het is echt gevaarlijker dan je denkt, want je, je, je stapt er ook zo weer in terug. Maar het nuchter zijn en ochtends opstaan is vijf keer mooier en leuker dan de dronken avond ervoor. Ja, Dat denk ik ook. En op... Voor mijn gevoel, en daar kan iedereen natuurlijk anders over denken, dat is helemaal prima. Maar dat heb ik ervaren tot nu toe. En ik ben gewoon iemand die als die wil, nog, uh, nog een drankje doet. Ja. Ik heb er geen problemen mee. Ja, ah, kijk, het is ook zo. Er zijn twee dingen. Uh, alcohol is in onze maatschappij gewoon ontzettend genormaliseerd. Als er iets gefeest gevierd wordt, dan is er alcohol bij. En dat wordt je eigenlijk al met de paplepel ingegoten. Hetzelfde met. Kijk, uh, als Max Verstappen de Formule 1 wint, dan dit is altijd een fles champagne. Het is ja. altijd. Hè, hè? Dus. Het, het, het zit er zo ingebakken. Maar wat mensen niet moeten vergeten is: alcohol is echt een harddrugs. Je, als je mensen dronken ziet, dan zijn ze niet zichzelf. Nee. En uh, een van de mooie dingen die ik heb ontdekt is: het, het woord alcohol komt van een Arabisch woord, alkuul. Wat letterlijk betekent een, 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 een kwade geest die je lichaam overneemt. Dat is ongeveer wat het woord betekent. Nou, dat woord komt ergens vandaan. Dat, dat heeft iemand zo eens gedacht: nou, dat is dat, weet je wel? Dus. Ja, dus de eerste volgende keer dat iemand mij een gek filmpje ziet... was dat die kwade geest, jongens? Ja, precies. Ja. Ik, was dus, het, het ik was de was kwade het Proost nee. op je gezondheid. Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel zo, alcohol hebben we allemaal genormaliseerd. Heb je dan ook tips voor mensen die willen stoppen? Hoe, ben je gewoon cold turkey ge gestopt omdat je dacht bij jezelf... het moet het, dit tot hierin niet verder? Ja, voor mij was het vrij cold turkey. Maar ook omdat ik, ik, uh, ik zag in het verlengde van... als ik zeg maar in, in de achtbaan was blijven zitten... dan zag ik ook wat, er, wat ik allemaal zou verliezen, snap je... Dan, dan was het moeilijker om je gezinsleven in stand te houden... om, om je normale relaties in stand te houden. Dat wordt allemaal wordt dat lastiger als je je eerste zorg is... Uh, om genoeg verdovende middelen elke dag uh, in jezelf te rammen. Waar haal je dan nu het geluk vandaan? Ja, ik denk dat dat niet heel veel veranderd is waar ik het geluk vandaan haal. Wat ik net zei, de dankbaarheid dat ik elke dag mag doen wat ik doe... Uh, het, het, het maken van muziek, uh, het spelen van muziek. Dat, 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 is, uh, dat is gewoon super tof. Ik, en ik heb twee uh, fantastische kinderen. Vroeger waren ze echt schattig, zeg maar, nu zijn het pubers. Dus je kan ook niet meer zeggen dat ze super lief zijn en zo, want dat zijn ze niet. Maar ze geven me wel een hoop vreugde, ondanks dat ze me gebruiken als taxichauffeur en portemonnee. Mm. Weet je. <laughs> <laughs> je gaat toch van ze houden na verloop van tijd. En uh, ook voor hun wil je gewoon uh, het goede voorbeeld geven en, en de, de, de sterkste en beste versie van jezelf laten zien. Ik denk dat ja, je, je hebt op je kinderen het meeste invloed hebt. En je moet al een hoop van wat ze op school leren, moet je ze alweer herleren thuis. Dus dan moet je ook wel stevig in je schoenen staan. Weet je? Het is, op die school is het als een regenboogparade, weet je, waar je bijna niet van afkomt. En heel veel dingen worden voor die kinderen genormaliseerd, waarvan ik denk, nou, ho, 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 ho. hier thuis denken we daar toch even anders over. Dus dat is ook... Ik moet ook wakker blijven in hun leven, zeg maar. vind ik ook belangrijk. Zou je achteraf iets anders doen? Zou je het anders aanpakken? Hmm... Shit is gebeurd, Wat is gebe hoe het is gegaan, snap je? Het is, ik, ik heb er vrede mee. En, um, Ik denk dat ik er nog... Ik denk dat ik er ook nog goed vanaf ben gekomen. Ik denk dat ik echt... Op tijd uh, aan de handrem heb kunnen, kunnen trekken. En ik denk op het moment dat ik aan de handrem trok, dat ik precies de juiste mensen om me heen had om, uh, om inderdaad tot, tot, tot een full stop te komen. Ik denk dat dat mijn massa wel is geweest. Ja. ja. Want als je in een andere situatie had gezeten, dan, dan had dat zomaar anders kunnen zijn. Daar ben ik me wel van bewust ook. Dus dat is ook uh, je. Je sociale netwerk, je vrienden, je familie, je bent met wie je hangt. Weet je, als je zelf zegt, hé, hey, mijn vrienden zijn echt vier sukkels dan met ben met je zelf echt de vijfde sukkel natuurlijk. Weet je. Dan je niet zeggen, ik ben met vier sukkels. Want je bent toch met hun de hele dag. Ja, ik, ik heb wel echt elf vrienden als sukkels. Die zitten allemaal in één groep. Maar jij bent als enige... Ik de ben de als de enige, enige zeker cool. niet cool. een sukkel. En jij dat weten ze hard, ja. hard, ja. dus ook. Nou, als je dit nou nu als voice memo in die groeps hebt gegooid... en ja, iedereen ja. zegt daarna nou, ja en amen... dan, dan geloof we het misschien. Maar ik denk niet dat Ik denk dit ook niet gaan dat, gaan dat het zo is. is. Ja. Ik denk dat ik af word gemaakt in mijn eigen... In mijn eigen vriendengroep-app ja. Hey Frans we hebben wat voorbeelden van, uh, uh, van woorden die wij vaak op het internet voorbij zien komen mm. woorden die voor iedereen een andere betekenis hebben waar iedereen iets anders bij voelt of denkt maar die we dus wel ja best wel vaak op uh, ook bijvoorbeeld social media voorbij zien komen um, en voor iedereen is dat natuurlijk een andere interpretatie dus die willen we jou even voorleggen Donny uh, wil jij bij de eerste beginnen? Ja, de eerste is comfortzone. Wat is jouw. Uh, kijk op het woord comfortzone. Wat is jouw comfortzone? Ja, goeie. Um, ik denk, als je gaat kijken naar het woord, is het uh, een plek waar je je comfortabel voelt. Nou, ik, ik, er zijn heel veel plekken waar ik me comfortabel voel. Ik voel me altijd comfortabel in de studio. Ik voel me comfortabel aan jullie podcasttafel. Uh, ik ben thuis, moet sowieso wel een comfortzone zijn, denk ik. Maar in het verlengde daarvan heb ik ook nagedacht van wat zijn nou de plekken waar je niet comfortabel bent. Dus misschien is het leuk om hem om te draaien op die manier. Nou ja, dat zijn inderdaad de plekken waar ik vroeger veel geconfronteerd werd met mijn gebruik. Weet je. Ja. Dat zijn plekken waar ik me niet comfortabel voel. Uh, dus ja, en dan weet je van oké, okay, dat zijn plekken waar ik wel en dat zijn plekken waar ik niet voel. En, en je hoort ook wel eens van, hè, kom eens een keer uit je comfortzone. Hoe, kom jij ja. wel eens uit je comfortzone om voor, een, voor, het, voor het goede? Hmm, kijk, liever niet. Maar... Zie je wel eens in de gym af en toe voorbij komen? Ja, dat, 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 dat haat ik. ik. Ik heb echt... Ik heb echt een... Dan zit je hier aan een goede tafel. Best pleuris. Maar ik voel me daarna altijd top. Juist. En uh, koud douchen is ook nooit leuk. Maar elke ochtend als ik onder die koude douche Doe ga staan... je dat? Ja, ja, ja. ja. ik heb het geleerd van mijn zoon. Mijn zoon die ging het doen. En toen dacht ik, je bent echt gek. Je bent echt gek. Maar toen zag ik wat het voor hem deed, weet je dan dacht ik, ja, dat moet gewoon. En, en als je gewoon onder die koude douche stapt, wakkerder ga je niet worden. En dat is het wel zo'n beetje. Mm. En um, ja, dat zijn wel dingen die... die, die Heb je zo'n nou goed, go goed karakter? Oud is je zoon, alweer? Mijn zoon is nu 15. Ja, wow. maar die, die is, die is echt, een, echt een sportman. Die zit, wat dat betreft, helemaal op jullie lijn. En die gaat het liefst 4, 5 keer in de week. O, weinig jongens van 15 die zeggen: ik pak een koude douche. Hij is hij, goed bezig. Hij is echt goed bezig. En uh, uh, hij heeft ook nog nooit een druppel gedronken. Hij heeft ook nog nooit een joint aangeraakt. En uh, ja, daar zijn we heel trots op thuis. Goed zo. En dat had, uh, ja, met mij als vader heb je natuurlijk in principe alle excuses van de wereld uh, aan je voeten liggen. <laughs> maar dat vind ik. Tof heeft dat de straatremixers al eens geluisterd? Of heeft uh, ja, die nog even geskeerd? bij hem. Hij heeft wel eens wat gehoord, maar uh, uh, ik denk niet dat hij er heel diep in Even drie jaar wachten. Ja, ja. nog wel even drie jaar wachten voordat ik hem uh, aan de stratenmixers <laughs> ga blootstellen. Weet <laughs> je wie pa is? Jawel, 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 jawel. Maar kijk, uh, voor hun vind ik het belangrijkste dat ik gewoon hun vader ben, snap je? Kijk, uiteindelijk moeten ze gewoon wel weten dat uh, ik veel cooler dan hun ben. Uh, de, en dat, dat maak ik ze ook vaak duidelijk. Ze komen soms komen ze thuis in een, met een soort van straattaal, weet je wel? En dan denk ik van ja, maar dat zeiden wij twintig jaar geleden ook al. Ik weet niet wat je denkt. Doe wat maar je even je, wat, je, wat je denkt in code taal te praten of zo. En, weet je, ze wonen in amsterdam Dus soms hebben ze het ook nog net niet goed ja, of ja, zo, ja, weet ja. je wel? En dan lief je mij helemaal een verkeerde. Want dan gaan we gewoon terug naar de ghetto school. Snap je? Dan gaan we gewoon even luisteren. Zo en zo. Dit, of dat, weet je. Dit is het Surinaamse woordenboek. Neem het maar even door, weet je. wel? Ja. Nee, maar ik, uh, ik ben gek op zo'n. Wat, wat was de. Ja, volgende woord. Uh. Oh, het volgende woord is natuurlijk uh, iets waar jij over de jaren. meerdere uh, dingen aan verbonden hebt. Nou, uh, het woord is geluk. Maar dat heb je dus ook even verbonden aan, uh, aan, aan, aan drinken en aan drugs. Mm. Misschien om geluk te vinden. Mm. Of om bepaalde dingen te verbergen. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Wat is geluk voor jou? Um, ik denk dat. Uh... Mensen zeggen altijd van: uh, ik wil gelukkig worden, of als ik dit, 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 dan zal ik gelukkig zijn. Daar geloof ik niet zo in. Hm. Ik geloof dat je het beste soort van elke dag zo gelukkig mogelijk kan zijn. Ik denk niet dat geluk op zich een doel is. Je kan ook niet 100% van de tijd dolgelukkig zijn, weet je? Alsof je in een of andere ecstasy high bent en altijd, hey, alles is goed. Dat, 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 dat zie ik ook niet. Dus ik denk dat uh, geluk misschien een combinatie is van voorbereiding en heel hard werk. En als je die twee dingen maar blijft doen, dan zal je op een gegeven moment geblest worden met een beetje geluk. Omdat je op het juiste moment bent met je huiswerk klaar. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat je, wat dat betreft, als je het zo ziet, is geluk ook iets wat je. Afdwingen. Kijk, als jij nooit mee hebt gedaan met de loterij en je koopt morgen lot en jij wint overmorgen 62 miljoen, dat is geluk. Ja. Snap je ja, wat ik ja. bedoel? En het is je gegund ook. Uh, maar dat, dat zie ik als echt geluk. En, en, en in de muziek dan, want je maakt iets en, -hmm. en als artiest ben je meestal ervan overtuigd dat iets uh, goed is. Ja. Ook, je hebt ook veel geluk nodig. Uh, kijk, de muziekindustrie is een inherent corrupte wereld uh, en uh, dat heb ik ook aan de lijve meegemaakt ik, ik weet precies wat wel kan en wat niet kan en, en uh, vaak zijn zijn de beste liedjes een hit dat weet ik niet maar als een hit zeg maar genoeg aandeelhouders heeft dan wordt het makkelijker en genoeg gedraaid wordt ja en uh, als je het hebt over uh, playlisting, of dat nou op de radio is of op streaming services... de mensen die vroeger bij de radiostations werken... dat zijn nu dezelfde mensen die bij de streamingdiensten werken. Dus dat clubje mensen wat bepaalt wat een hit is... dat is hetzelfde clubje mensen. En ik hou van hun. <laughs> ja. Je kan geen slecht woord over ze zeggen, want dan heb ik het weer gedaan. Maar er is een soort corruptie in, uh, in de muziekindustrie. Al moet ik wel zeggen dat... Uh, door de stand van de techniek en door het internet... is er wel een soort van uh, democratisering daarin gekomen. Omdat iedere boerenlul met een laptop kan nu gewoon iets uitbrengen. En vroeger moest je door, door veel meer deuren heen... en veel meer drempels over om inderdaad je product ergens te krijgen. Uh, als je het hebt over fysiek product, dat moest je echt maken. Vervolgens moest je het met een postduif sturen... naar 40 of 50 free recordshops door het hele land. En nu zit je op je telefoon en je distrokit en je drukt cent... En, en twee... met een beetje ondernemende geest uh, kan het allemaal lukken. Precies. En, en twee uur later ben je wereldwijd gedistribueerd. Ja. Snap je? Dus wat dat betreft leven we wel in. in, in, in. En ik zie ook, zeg maar, uh, ik hou er ook van als er dingen zijn die gewoon uh, heel succesvol zijn. zonder dat de majors of de media daar echt een hand in hebben gehad. Als ze allemaal later pas denken: oh, wat is er hier gebeurd? Weet je wel. En ik kijk ook goed bijvoorbeeld wat mijn kinderen. Mijn zoon luistert bijvoorbeeld naar een rapper die heet Jiet. Ik weet niet of je hem kent. y e -A -T. Ja, En zijn producer uh, doet nu alle muziek voor uh, Drake. Zijn tour en dat soort dingen. weet je Ik vind die muziek echt kut. Ik vind alle liedjes vind ik op elkaar lijken. Snap je? Uh, maar dat ben ik. Maar hij vindt het geweldig. En hij probeert mij uit te leggen wat er wel vet aan is. Weet je? Maar ik hoor wel dat het zo anders is... als alles wat er tot nu toe in de hiphop gemaakt is. De geluiden zijn anders... De flow is anders. De vocals zijn allemaal heel erg. Uh, met heel veel effecten eroverheen. En niet autotune melodine, maar meer een soort van distortion en shit. Dus dat je heel erg moet zoeken naar wat er gezegd wordt, weet je wel. En het is, het is vaag, maar die jeugd gaat er super lekker op, weet je. Dus ik kan er iets van vinden, maar ik kan beter erkennen dat het super dope is voor, voor hun, zeg maar. Ja. En als de jeugd iets ontdekt wat niet. Uh, op een presenteerblaadje. Uh, zeg maar. gevoerd wordt aan ze. Dan, dan denk ik ja, ze kunnen nog wel nadenken zelf. En dat, dat stemt me dan positief. Ga je er dan stiekem ook wat meer naar luisteren. en er misschien ook wel wat meer van houden? Ik probeer wel voor mezelf. Uh, te achterhalen. wat er doop aan is. Want als ik, als ik iets niet, niet hard vind. maar 4 miljoen luisteraars op Spotify. checken het elke maand. dan kan ik wel in mijn eentje gaan lopen demonstreren. dat het hartstikke kut is. maar dan. Dat schiet ook niet op. Dus ik probeer erachter te komen wat, wat het dan wel bijzonder maakt. Zeg maar. En dat is met het oog op Jeet een lopend proces. <laughs> ik ben er nog niet helemaal achter. Ik maar denk ik kom dat jullie diezelfde fase hebben meegemaakt met de straatremixes, Toch, dat was ook iets heel nieuws wat, wat, wat kwam en waar mensen misschien bij dachten: van ja, de jongeren vonden het te gek, maar de, die generatie waar jij eigenlijk nu in zit ja zoiets van is het van gekkigheid ja nee dat, dat is wel eens kijk met straadreammixers was het ook zo en in de documentaire legt MB, uh, DJ NBA dat heel mooi uit uh, is dat, want het straadreammixen is eigenlijk zijn idee geweest ja want stra straadreammixers even voor de mensen die aan het luisteren zijn ja. die denken bij zichzelf wat is straat, Remix? Lang, lang geleden, in een universum hier ver vandaan, <laughs> en heb ik het echt over rond 2000, 2001, uh, maakten wij mixtapes. En als ik zeg wij, dan bedoel ik Lange Frans, Baas B, Brutus, DJ NBA, Negative, Yes Air, Sushi B, uh, The Opposites, Brace. We waren een soort van gelegenheidscollectief. En we maakten mixtapes CD's. En het idee van die mixtapes van NBA was: we pakken uh, Amerikaanse tracks die al vet zijn, die al hits zijn. En daar gaan we onze eigen versies van maken. Het probleem was met Nederlandse hip-hop in die tijd: ons productieniveau lag laag. Mm -hmm. Reverse was al wel geboren, maar was nog niet. Zo goed als dat hij nu is, zeg maar. Die hebben allemaal moeten groeien tot. We hadden nog geen Spanker. Er was nog geen Jacques Chirac. Snap je? Die bestonden allemaal nog niet en die techniek was er nog niet. Maar die Amerikanen waren natuurlijk met hun productielevels al veel verder. Als je een beat van 50 Cent hoorde, dan dacht je: wow, en dan gingen wij dat proberen na te maken. Maar het klonk nooit zoals hun, weet je? Want zij zaten toch met betere muzikanten, dikkere studio's. En die hadden al veel meer ervaring van... Ja, je, hoe krijg je die hip-hop-sound nou echt in die ding. En voor NBA was het zo: van hij wilde gewoon bijvoorbeeld de Amerikaanse plaat konden draa kunnen draaien. En dan onze versie de stiekem inmixen. Zodat mensen waren al aan het bouncen in de club, weet je wel. En op een gegeven moment hoorden ze dan een rap van mij of van negative. en dan. Voordat ze het eigenlijk door hadden, waren ze er lekker op aan het bouncen. Maar ze waren er op aan het bouncen omdat ze al op die beat aan het dansen. Ja, snap je? Ja, ja. En dat was de mindfuck van hoe wij mensen uh, uh, probeerden kennis te laten maken met ons. Zodat ze gewend raakten aan onze stemmen en dat we ook daadwerkelijk op de dansstoer gedraaid konden worden. Ja. Dat, dat was een beetje uh, ja, de insteek van, van Stratrim. Heel zeg. slim idee eigenlijk als je erover nadenkt. DJ NBA ja. is, een, is een genie op ja. vele vlakken. Ja. ja, ja, ja. Ja, het, uh, het hele verhaal komt uit het woord uh, geluk was het, hè? Ja. ja. Hebben we nog één woord, uh, of nee, hebben we meerdere woorden nog? Uh, liefde. Nou, Je hebt ook wel dingen genoemd waar je denk ik nu veel liefde uithaalt. Muziek, ongetwijfeld, je uh -huh. zin. Maar liefde, ja. Ja, mooi woord. Ja. Ben je een <laughs> beetje liefdevol. Jij lijkt me wel een liefdevol mens. Ja, ik ben zeker liefdevol. Maar ik denk wel dat ik... Uh, iedereen heeft zijn eigen manieren van uiten. Zeg maar, ik zal eerder een, 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 een mooie maaltijd voor je koken. dan dat ik zal zeggen dat ik van je haal. Maar mijn drie gangen diner, inclusief toetje. zegt wel: Wauw, je haalt echt heel veel Hier van je. Hier zit mij. liefde in. Hier zit liefde <laughs> in, snap je? Dus dat is meer, meer mijn manier. En ik vind het superleuk om uh, mensen die ik echt mag, uh, mijn kinderen. Om, om, om mensen te verwennen, dat vind ik. Waarom vind leuk. je het zo moeilijk om het te zeggen? Ja, weet ik niet. Uh, ik vind het niet, niet heel moeilijk om van te iemand zeggen. iemand die maar... goed is met woorden? Snap ik, vind ik een goede vraag, maar zeg maar, uh, in mijn omgeving zijn er mensen die er makkelijker mee zijn, die de hele dag tegen elkaar roepen, bij wijze van spreken. Maar dat is eng. Ja, ja. Snap je? Dus, ja, ja, ja. En ik krijg wel eens te horen van dat ik het te weinig zeg, maar dan wil ik mensen wel altijd uh, op het hart drukken dat, het, uh, dat ik zeker altijd van ze hou, ondanks dat ik het misschien niet altijd zeg of een hele lange liefdesbrief naar je schrijf. Ik zal eerder inderdaad een maaltijd of een liedje, dat is meer hoe die dingen bij mij dan uh, aan het oppervlak te komen. Mooi. Ja. Routine. Maar goed, er, zit, er zit alleen maar liefde in mijn hart hoor. En Gelukkig. ik heb ook wel eens, het is ook makkelijk om te haten. Het is ook makkelijk, uh, haat is makkelijk, zeg maar. Dat is de eerste waar een hoop ja. mensen naartoe gaan als ze zichzelf uh, niet goed genoeg vinden. Precies. Um, maar uh, ja, dingen met liefde benaderen is altijd, is altijd beter. Um, je gaf net ook dat voorbeeld van: weet je, als je dingen onder de mantel der liefde bedekt. of je komt liefdevol ergens binnen. met hoeveel haat of aversie mensen of partijen ook tegen je hebben. als eenmaal uh, de liefde door de kamer stroomt, dan ja. is er weinig plek meer voor al die andere dingen. En tegenwoordig geven we vaak eerder een, een, een gezouten mening. dat we iemand een compliment willen geven. Ja. ja. Um, ik had hem net al even, maar uh, routines: um, superbelangrijk. Koud douche in ieder geval, dus? Ja. Ja, ja, koud douchen, uh, sporten. Uh, ja, gewoon proberen vier, vijf keer in de week. En nogmaals, het is niet mijn, mijn ding om een supergrote kast te worden of zo. Dat helemaal niet. Maar gewoon wel om, om, om bezig te blijven en om, om je gewoon goed te voelen. Hm. Um, maar routine is voor mij ook: uh, ochtends al gaan koken voor 's avonds. Weet je, dat je je dag een beetje vrij speelt. Uh, zorgen dat je huis aan kant is, dat je bed is opgemaakt, dat je, dat je was schoon in de kast ligt. Allemaal kleine dingetjes die je gewoon op dagelijkse basis kan doen, zodat je gewoon. Uh... Deed je dat ook toen je nog verslaafd was? Jawel, tuurlijk wel. Maar uh, toen had ik het misschien. deed ik het minder bewust of zo? Of had ja. ik er minder oog voor. En in mijn donkerste periode uh, woonde ik ook alleen. Wat ook niet verstandig is voor een jongeman, zeg maar, in die periode, want dan wordt het allemaal niet minder van, zeg maar. Maar als je inderdaad gewoon bent waar je hoort, thuis bij je gezin. Dan uh, is het veel logischer om, uh, om dat soort dingen op te pakken, ook, zeg maar, denk ik. Mooi man. Uh, dromen hebben we er ook nog tussen staan. Heb je nog dromen, Frans? Ja. Leef je al je grootste droom? Dromen vind ik altijd. Ik heb laatst een lijn ook geschreven van alle dingen waar ik ooit op mijn zestiende over na heb gedacht, heb ik afgevinkt. Maar echt. Vlag en wind. Wat in. waren die dan? Nou ja, ik wilde heel graag rappen en ik wilde een liedje uitbrengen. Dus als dat helemaal gelukt is en je doet dat in een 100 fout of in een 400 fout, ja, dan krijg je vinkje, 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 weet je. En alles wat daarbij is gekomen, uh, zonder in al te veel detail te treden, want <laughs> snap je wat ik bedoel? Alle geneugten die daarbij zijn gekomen, alle mooie kansen, alle. Fysieke liefde die je hebt mogen ontvangen uh, op bepaalde momenten, snap je? Dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat zijn mooie dingen. En daar kijk ik ook met, uh, met een grote glimlach op terug, zeg maar. maar zien er nu uit dan, hoe zien die er nu uit dan, die dromen? Op 43-jarige leeftijd? Nou, dat is wel iets waar ik over na heb gedacht... en waar ik ook al de laatste uh, jaren mezelf een beetje mee bezig hou. Dat ik eigenlijk mezelf nu... Uh, uh, ik mag opnieuw gaan dromen. Mm. Snap je? Maar het is heel moeilijk om. Uh, je bent zo lang bezig geweest met al die jongensdromen. En nu is het tijd voor. volwassen mannendromen, zeg maar. En het is ook wel lekker omdat je. Kijk, ik denk dat je. Het is moeilijk om je volwassen mannendromen vorm te geven. als je jongensdromen nooit zijn uitgekomen. Dan zal je altijd in je latere leven nog proberen dat te doen. wat je vroeger nooit gelukt was en shit, snap je? En omdat ik daarvan zoveel heb kunnen afvinken, is het voor mij echt van. Een, letterlijk een blanco canvas van oké, okay, what the fuck's next? Hm. Tegelijkertijd wil ik toch graag mijn muzikant blijven uh, en, en blijven spelen, dus dat zal nooit weggaan. Um, ik ga een theatershow doen, ik ben bezig met een documentaire, ik, ik ben mezelf steeds meer aan het ontwikkelen, meer aan het leren over, weet je, er zijn honderden manieren hoe je je boodschap over kan brengen. Je kan een rap maken, je kan een podcast maken, er zijn, hè? Dus de, 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 de mogelijkheden zijn eigenlijk onbeperkt. En um, ik ben voor mezelf nu aan het denken van oké, okay, waar ga ik staan over tien jaar, maar ook waar ben ik over 20 jaar, waar wil ik over 30 jaar zijn? En dan letterlijk opschrijven, waar wil ik wonen, wat wil ik rijden, wat wil ik op de bank hebben staan, wat wil ik, uh, wat wil ik, wat wil ik mijn kinderen hebben kunnen meegeven of, uh, of leren, et cetera. En um, ik ben er nog niet helemaal over uit, hmm. maar het is wel duidelijker aan het worden, zeg maar. Maar wat, wat schreef je er dan over? Uh, groententuin. Uh, ik heb uh, een tijdje had ik een huisje in Vinkenveen en daar ging ik op een gegeven moment ging ik een tuin bouwen. Een moestuin heet het dan. Ja, en het, is, het klinkt zo surf. Het klinkt echt super surf. Waarom <laughs> keer? Uh, wacht, om het gangstelijk te houden. Ik had ook vier wietplanten. Uh, en die deden het geweldig, maar ze konden niet tippen aan mijn couchette, Snap je? <laughs> en uh, het, 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 het feit dat je elke dag even die tuin in gaat, je haalt het onkruid weg, je doet even een gietertje water. En, dan kom je aan het einde van de dag en dan, geef je die en dan zie je weer dat er iets gegroeid is. En wat klaar is. En je knipt het eraf. En je gaat vervolgens een salade mee bouwen of een lekker gegrilde courgette op de barbecue. Weet je, dat soort dingen. En daar haal ik echt heel veel geluk uit. Gewoon die kleine dingetjes. Uh, dat is waar, uh, waar veel van mijn dromen over gaan. Zeg maar. En daar heb je ook over geschreven. Ja, ja Hoe gaat het? Ja, hoe ja nou, daar staat er gewoon: moestaan doen. 2024. En ik heb nu weer een nieuw plekje waar ja. ik een geweldige moestuin kan doen. Nou, nu zit de vorst nog in de grond, maar zodra straks de zon gaat schijnen, dan zie je mij daar En hey, wie eh, had dit maken voor ons? op, op mijn blote voeten in de modder met, als met een stelletje bij... bamboe, <laughs> ja, stokken. Als iemand ja, mij vertelt dat dit nu jouw ding is, <laughs> ja. lange Frans en ja, een moestuin en dat ja. daar heel veel geluk vandaan komt ja, ja. en dat maar de ik dromen heb, daar naartoe gaan. Ik heb meerdere dingen. moestuin is een onderdeel... Uh, ik heb, ik heb mijn pizza ik heb mijn barbecuetje. Uh, uh, dus, dus dat. Mijn zeg eigen kookprogramma niks voor jou dan? Nee, heb ik geprobeerd. Oh. Is het niet? Ik vind van uh, schoenmaker blijft bij je leest. Ik ben natuurlijk niet opgeleid tot chef. Nee, okay. ik, ik heb ook gemerkt dat zodra je dat dan zeg maar gaat doen voor een camera, dan wordt het heel anders. En ik wil dat gewoon doen in mijn eigen tijd, privé. En als het klaar is, dan mogen alle mensen komen zeg maar, die ik dan uitnodig op dat moment. En dat is ook echt, dat is een persoonlijk dingetje. En Alleen die afwas is kut. Ja, dat klopt. En Ik heb altijd één regel als mensen bij mij komen barbecuen: ik ruim niet op. Ik heb de hele dag in de keuken gestaan. Weet je, dit heeft al een uur gekost om die kruidenboter. Ja, vind je lekker die kruidenboter? Inderdaad, ja, begrijp ik. Ik ben een uur ermee bezig geweest. Dus jullie gaan opruimen en afwassen. Dat is wel mijn grote regel. Ja. Volgende barbecue zijn we aanwezig. Mag. Hebben we, hebben we nog een woord? Twee. Nou, ik wil ik wel even kort weten, dat is dan de laatste. En dan gaan we door naar, uh, naar de praktische tips die jij ja. eventueel nog voor ons hebt en iedereen die, uh, die aan het luisteren is. Uh, het is een beetje een dooddoener, maar dankbaarheid. Het is, uh, het is wel iets wat, wat denk ik bij jou best wel leeft, na zo lang niet gedronken te hebben. En andere uh, fijne dingen genuttigd ja. te hebben die niet zo fijn zijn. Ja, ja ik denk als je zelf in zo'n. Verdoofde uh, onder invloedperiodes zit, is dat je uh, je gedachten gaan vaak ook alleen maar daar naartoe uit. Dus dat het ook moeilijker is om andere dingen te zien. En, en, en je vergeet misschien dat de kleine dingen in het leven je het meeste geluk brengen. En Dat zijn je persoonlijke relaties. Dat, dat is aan tafel zitten met z'n allen en een, een leuk gesprek kunnen hebben en, en, en grappen maken met elkaar en dat soort dingen. En dat, dat zou je uit het oog kunnen verliezen. Zeker, je, ik, ik denk. Kan iemand een voorbeeld geven van een mens die we kennen of ooit hebben gekend die prettiger is geworden van langdurig cocaïnegebruik? Precies. Ja, <laughs> die, ik denk niet dat die persoon bestaat. Nee. En iedereen die, die zegt van nou, ik, ik word zo leuk als ik cocaïne heb gebruikt, ik denk echt dat je jezelf voor de gek aan het houden bent. Ik heb het nog nooit gebruikt, dus ik zou het echt niet weten. Houden zo, ja. dat is het enige wat ik je kan zeggen. Um, en ik denk met oog op die dankbaarheid, ik, uh, ja, het, het is heel raar, maar als ik s'nachts als ik uh, in mijn bedje lig, dan uh, zeg ik toch altijd weer bedankt. Ik weet niet wie hem precies in ontvangst neemt, maar, in ontvangst neemt, maar ik, ik spreek hem wel echt uit. Weet je, het feit dat je gewoon elke dag uh, weer wakker wordt met een dak boven je hoofd, schone kleren in de kast, een auto voor de deur, een heerlijk bed, uh, een, een vers ontbijtje met eitjes in, in een jus de rands, weet je. Wij zitten allemaal al, als je in Nederland een normaal leven hebt, dan hoor je al bij de 1% rijkste mensen op deze aarde. En dat vergeten we heel vaak. Hè? Mm -hmm. Er zijn echt mensen en plekken op de aarde waar, het, waar, het, waar, het, waar mensen het niet zo fijn getroffen hebben als ons. En in dit land zijn we eigenlijk alleen maar aan het zeiken. Dat, zijn, dat is het komt ook omdat we het zo verschrikkelijk goed hebben. Is, is dat het misschien? Ja, natuurlijk. Omdat als je het goed het hebt, het ga je zeiken. Je zeiken dan toch? ga je zeiken, ja. ja. Ik, dat is. Um, dus ja, die dankbaarheid gewoon, gewoon uitspreken. En, uh, en, en, en ook oprecht uh, menen. Want je kan iets zeggen, maar als ik zeg van dankjewel, dan meen ik het ook echt opre oprecht. Ja, dat, de dat denk ik wel. En natuurlijk, weet je, en dan de dankbaarheid dat, uh, dat iedereen gezond is en uh, dat je er tegenaan kan met z'n allen. En, en, ja, dat, dat is wel echt belangrijk. Goed. Iedereen die dus luistert, het is gewoon even handig om ook uh, en kijk trouwens uh, af en toe gewoon de dankbaarheid uit te spreken en dat ja. proberen op zo'n mooi mogelijke manier voor jezelf te verwoorden. Daar hoeft niemand bij te zijn. <laughs> Hoef je ook niet op Instagram te zetten. Doe dat vooral. Doe niet. dat vooral ik, niet. Ik denk zelfs dat als je dat soort dingen op Instagram gaat zetten. Dat het eng is. Dat, dat onze lieve heer dan denkt: jij ja, wacht even. Maar hou, hem stop. Ja, ja, het, niet. het filmpje kwam oprecht over. Maar het feit dat je dat wilt delen met iedereen, hoe dankbaar je wel niet bent, dan zetten we je weer eventjes ja. Op, ja. op de wachtlijst. Ja. ja, dan is de kans dat je door een grote truck aangereden wordt de volgende <laughs> ochtend een stukje groter. <laughs> ja. Hey, we hebben het uh, ook vaak over, want dat is wel fijn als je dit luistert, toch, Donnie? Dat je denkt bij jezelf, nou, ik heb toch ook van iedere gast wel wat praktische tips gekregen. Ja. Um, die jou, ervoor hebben, die jou hebben geholpen om eventueel je carrière op te bouwen. Maar ook uh, heb je routines of dingen die je mensen kan aanraden om eens te gaan proberen. Zodat je je beter voelt. Of dat je denkt, ik stap net wat lekkerder. Mijn bed uit. Mm. Uh, Iets waarvan wij niet hadden verwacht. Nou, ik denk dat koud douchen er daar eentje van is. Als je dat aan Donnie en mij had gevraagd. Uh, voor de podcast. dat jij koud zou douchen. had ik daar uh, geen euro voor gegeven. Uh, maar je doet het toch. Dus, ja. dus hoe, de praktische tips. Nou, uh, dan gaan we een paar kanten op. Kijk, als, als jij uh, problemen hebt met, met drank en met drugs. Uh, en ik denk dat er een aantal mensen zijn die naar deze podcast navigeren. Om, omdat ze misschien in, in zo'n soort gevecht zitten. Dan denk ik dat mijn grootste tip is om te stoppen met drinken. Ik denk dat dat een heleboel oplost bij mensen. En, uh... mag ik, sorry dat ik je stoor. Ja. Maar ik zou dat niet alleen doen als je denkt dat je een probleem hebt. Nee, nee, maar, nee. Maar ook juist als je denkt bij jezelf. Ik wil dit wel eens volhouden om te voelen hoe het is. Ja. Want als je dat eenmaal hebt ervaren, dan kan je er nog beter mee omgaan. Precies. En ik denk uh, dat. Dat gaat je gewoon een soort extra uh, handrem geven, die er altijd op staat. Want mensen doen als ze gesopen hebben, gewoon rare dingen. Uh, en, en ik denk dat je veel vatbaarder bent om langer door te gaan. O als je een stukje je kraag hebt, is het makkelijker om s'avonds slecht te gaan eten. Ineens sta je weer een een of andere vieze kroket weg te snacken ergens. Of een broodje shawarma met saus die al vier maanden in een een of andere pot ligt. Weet je wel. En we zijn allemaal daar ja, geweest. geweest ja. En god, wat smaakt dat vet lekker als je dertien bier hebt gedronken. Dat is ook gewoon hoe een, een, een lichaam werkt. Maar goed, dus dit, ik denk alcohol eruit is voor iedereen uh, een goed idee. En als je veel drinkt, probeer dan minder te drinken. Laten we daarmee beginnen. Je hoeft misschien niet meteen uh, cold turkey. En ik denk verder, als je het meer in de breedte ziet, um, is dat uh, hard werk gaat het altijd winnen van talent. Denk ik. Ik heb getalenteerde mensen in mijn leven gezien waarvan ik dacht: van, ja, jij kan echt heel veel dingen veel beter dan mij. Maar je hebt nul discipline. Er zijn vroeger een aantal keren geweest dat ik gewoon puur heb gewonnen door op tijd op te staan en ergens aanwezig te zijn. Maar goed, met rappers is dat niet moeilijk om. Zeg maar, als je de enige bent die op tijd is en de rest is er niet, dat je dan. Hè? Dus veel van dat soort dingen zijn heel simpel. Weet je? Kom je afspraken na. Ja. Uh, uh, wees op tijd. Uh, wees beleefd. Uh, een en beetje het... wat, je, wat je niet wil dat, dat jou wordt aangedaan, moet je ook een ander niet. Aan. Karma is, is denk ik wel iets, iets echt. Ik geloof ja. daar wel in. En, uh, ja, jij en jij de... gelooft in veel, dus karma is wel hè uh... Snap je? Ja, <laughs> ja, ja, nee, karma maar... is wel lekker. Hè? Karma is wel een van mijn main bitches, inderdaad. <laughs> ja. En uh, met, met God op een goede eerste, zeg maar. Uh, ja, dat, dat, dat is denk ik wel. Ja, en een stukje omgeving. Ik denk dat het bij jou ook heel. Uh... Je, bent, je bent wat je eet, ja. en je bent, je bent absoluut met wie je hangt. Um, dus, ik uh, moet al mijn vrienden ineens even gaan evalueren. <laughs> ja, die krijgen, ja, dat is oh, die krijgen dat is van vanavond vreemd. een appje. En, <laughs> en soms is het ook uh, niet erg om alleen te zijn. Je moet ook, denk ik, uh, uh, alleen zijn is voor veel mensen moeilijk. Uh, en misschien moet je dat leren ook. En ik heb dat misschien ook wel moeten leren. Maar ik heb het ook stiekem altijd wel lekker gevonden om alleen te zijn. Ik vind het nooit erg om alleen een lange autorit te maken. Of om alleen een reisje te doen of wat dan ook. Weet je, want dan... Het is helemaal niet erg om drie dagen met niemand te praten, want dan heb je goed, vaak een goed gesprek met jezelf. Mm. Maar ik ben er ook laatst achter gekomen dat 80% van de of 60% van de mensen schijnt geen innerlijke dialoog te hebben. Dat vond ik zo. Ja, dat was precies wat ik dacht toen ik dit hoorde. Dus ik ben altijd aan het praten met mezelf. Mm -hmm. Snap je? En ik ja. hoop dat jullie dat ik ook hebben. <laughs> ja, ja, ik doe het vaak genoeg. ja. Maar er zijn dus gewoon mensen die, die, die dat dus niet hebben. Zo'n innerlijke dialoog. Maar er zijn best wel zoveel mensen die dat luisteren ook. Ja, ik, ik kan het me niet ja. voorstellen hoe nee. het is om geen innerlijke dialoog te hebben. Ik ben altijd aan het discussiëren met mezelf. Of met oh. whoever er nog meer in jou zit. Dat is dan ook weer de vraag. Ben je het zelf? Of is het, zeg maar, degene die mij die, bestuurt. Ik je, weet het niet. je hebt ook meerdere mensen die in jou zitten, waar jij meerdere dialogen mee hebt, die weer dialogen met degene in jou hebben. Dus ja. dat is wel. Ja, ik, ik heb niet heel veel last van een, van een gespleten persoonlijkheid. Maar als je inderdaad een klein beetje vreemd bent, dan wordt dit een hele moeilijke <laughs> voor. Ja. Ja, ja. Maar het is wel een hele duidelijke: je bent met wie je omgaat. Dat ja. is wel. Want je vrienden, ook mijn vrienden, corrigeren me gewoon. En, nou, oh, uh, ah, daar zijn ze toch niet zo nep als dat je net hebt beweerd. Beweer, nee, ze zijn zeggen. ook niet zo nep, maar ik, dat zeg ik ook nu allemaal... omdat ik anders weet dat ik zomaar een stortvloed van shit over me heen krijg. Maar het is wel, het is de waarheid. En dat is ook waarom we deze podcast uh, hebben opgezet. Is omdat, ja, dat soort dingen denk je normaal... Ja, als jij het nu zegt, ik zou daar niet direct bewust zo over nadenken. En nu redelijk maakt dat ik een hele fijne vriendengroep heb waar ik misschien ook wat meer energie in moet steken. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn goede dingen. En ja. ik denk altijd dat het um, ja, jezelf omringen met. Uh, en dat komt ook al vanuit mijn studioproces. Als je met iemand in de studio gaat zitten die uh, pas een week lang door heeft hoe hij een beat moet maken, ja, dan ga je natuurlijk niet een, een superhit bouwen. Nee. Maar als jezelf omringt met mensen die op het conservatorium hebben gezeten en die gewoon uh, al acht jaar op die basgitaar aan het rammen zijn. ja. Dan wordt het toch een ander verhaal. Dus ja, jezelf omringen met professionals. Als je jezelf beter wil maken, dan moet je ook. Uh, als jij met een een of andere slabber de whisky-trainer aan de slag gaat. die zelf uh, zo mager als een graat is. dan denk je ook, ja, wat sta ik hier te doen met jou? Wat? Een slabber een, de Een slabbere <laughs> de trainer die zo mager is als een graat. Ik denk niet dat ze bestaan, maar uh, je jezelf je ze ertussen hebben zitten. Ja, heb je Weet dat je? woord net verzonnen? Nee, nee, nee. nee. de uh, doet het al heel, heel lang uh, goed uh, bij mij thuis. Ja. Wees, Mooi. Uh, ja. hey, ik denk dat we naar het uh, fysieke object gaan, hè Jay? Ja, de, 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 de final ja. Uh, touchdown is bij ons altijd dat we vragen of de gast iemand iets mee wil nemen. Ja. Met een uh, goed of een slecht verhaal waar wij allemaal van denken, oké. Okay. Ja, nou ik zat dus, ik, kijk, ik ben er ook achter gekomen, uh, mede door, door mijn proces en ook door het lezen van jullie draaiboek. Is, ik ben niet zo heel uh, materialistisch. Hm. Uh, dat betekent niet dat ik niet van mooie spullen hou. Maar het is meer van. Uh, als ik elke dag. gewoon dezelfde spijkerbroek. en hetzelfde zwarte t-shirt aan kon trekken. dan zou ik het doen. I don't care. Mijn reps zijn zo goed. dat ik heb geen dure trui nodig. Snap je wat ik bedoel? Dat is een beetje hoe ik erin sta. Dus. Uh, ik zat en denk, zal Ik zal ook mijn microfoon meenemen. Maar ja, dat is ook weer. Het uh, 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 allemaal mooie spullen waar je echt wat aan hebt. Maar toen dacht ik. nee, er is iets anders. En het past ook in mijn binnenzak, dus dat was ook wel fijn. Het is een witte envelop pas op. <laughs> 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 ja. Hoppakes, en we zijn klaar met in de Stramp die schaal. Tot de volgende keer. Ja. Oh, nee. Alle sponsoren zijn bij deze weg. Mijn kinderen vragen me altijd met kerst en, en met mijn verjaardag: van ja, wat, 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 wat moeten we je nou geven? En ik weet het nooit als vader zijn, je, kom je echt op een gegeven moment niet verder dan een, een nieuw aardappelschilmesje en sokken. Dat ja, is echt ja. alles dat wat... Dat is een wat... sokken. Ja. ja. En ja. Uh, Ik neem ze altijd met veel plezier in ontvangst, maar er is niet echt iets... Kijk, zeg maar, ik koop gewoon wat ik zelf nodig heb zeg maar, en tegen de tijd dat het kerst is of 11, 12 november, wanneer mijn verjaardag is, dan is er vaak niks meer om aan te schaffen voor mij. Goed, lang verhaal kort. Dan krijg je, en dit is van mijn dochter... en ik hoop dat ik, ja, ik ga het echt zonder huilen... ga ik dit uit kunnen spreken, hoor. Misschien moet jij het voorlezen. Nee, dat, nee, het nee, nee, een, nee, nee. Eigenlijk nee, 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 ja, ja, nee. moet het wel zelf doen, ja. <clears throat> Goed. Papa. Mijn moed, mijn kracht, mijn rolmodel... mijn beste vriend en mijn beschermer. In moeilijke tijden weet ik dat ik bij het recht kan. En... Bij een dag waar ik tot vier uur op school zit. met allemaal losers bijvoorbeeld. weet ik dat je voor de deur op me staat te wachten. Uh, ik hou van je vanwege het leven dat je mij hebt gegeven. en voor alles dat je voor me doet. Wauw. Snap je? Het is een object, want het staat op de kaart. Ja, ja, ja. Nee, ja, dit is uh, fantastisch. Ja, dan ben je uitgespeeld. Ja. Heb je gewonnen? Dat heb je gewonnen. Ja. Mooi man. Ja, dit is hem wel. Dit is hem van... zeker. Een van de mooiere objecten die we tot nu toe gehad hebben hier al. Kijk, en tegelijkertijd denk je van, als je in die achtbaan had blijven zitten. Had je die niet in je binnenzak gehad. Begrijp je? Mm. Ja man. En Mooi. dat is, uh, laat, me, laat, laat dat het ding zijn om mee te geven. Als je lang genoeg in die achtbaan blijft zitten. En blijf blijft maar over de kop gaan. Hè? Je weet, een achtbaan is een achtbaan. Maar op een gegeven moment. Je Sleutels zijn uit je zak, je telefoon is weg. Je, je raakt op een gegeven moment in die achtbaan, raak je gewoon alles kwijt. Dank je wel. Heel mooi verwoord, man. Ja, een goede afsluiter. Ja. En uh, er zit wel wat talent in. Die van jou kan nog niet schrijven, hé Jay? Nee, nee, zes maanden oud. Nee, mijn, uh, mijn dochter die snapt het wel hoor. Maar de, ik zie dat ze dit van de moeder heeft hoor, denk ik. <laughs> dat, dat is ook vaak het verhaal. Alle dingen ja. die kut zijn, hebben ze van mij. Alle <laughs> dingen die goed zijn, hebben ze van moeder. de moeder. Maar al, daarom selecteer je ook de moeders van je kinderen op die manier. Omdat ja, we juist. weten wat voor pannenkoeken wij zijn. Dan Precies. Hebben we, uh, een frambozentaartje daarnaast nodig om het een beetje <laughs> in lijn te brengen allemaal. Ja. Hé, hey, bedankt voor je komst. Ik vond het heel leerzaam. Heel erg bedankt. Heel Graag gedaan. Bedankt. En uh, fijn Graag. dat je zo open uh, met ons alles wilde delen. Ik hoop dat degenen die hier luisteren er ook wel wat, uh, wat aan hebben. Donny, dan hebben we nog een, een, een laatste ja. vraag, toch? Vraag altijd om een codewoord. Van de o, ja. gast. Dat mag een. Uh... Oh, ik weet hem wel. Hij, hij is al genoemd. Slabber de waski. Slabber de waski. Wow. En hoe je dat spelt, en... dat moet je zelf weten. Dat mag je inderdaad helemaal ja. zelf weten. <laughs> Ik heb er een idee bij. Maar het, ja. als, als mensen enigszins in de buurt komen, was ook laat in de podcast pas uh, genoemd. Ja, slabber ja, de waski. Ja, ja, ja. Als mensen zeggen slabber de waski, dan hebben ze hem helemaal Juist, afgekeken. Dan weten we, en we dan, dat ze het uh, hier uh, hebben gekeken. En stuur hem gerust bij Frans of mij of Jay in de DM. En dan weten we dat jullie uh, de hele podcast hebben beluisterd. Slabber de waski. Slabber de waski. Is, uh... is het een niet bestaand woord? Uh, ja, ik, kijk, het is, het is, het is zeker uh, een soort Amsterdam jargon. Mijn, uh, mijn, de moeder van mijn kinderen die komt uit Amsterdam Noord. Ja, ik weet niet of je weet wat ze zeggen over Amsterdam Noord. Gestoord. Noord gestoord. <laughs> dat, dat ben komt, er geboren. Dat komt er, het komt ergens vandaan. ja dit, dit verklaart een hoop. <laughs> en uh, ja, slabber de Waskie, uh, het, uh, het beschrijft niet uh, de meest uh, stabiele, sterke persoon in je omgeving, zeg maar. <laughs> Frans, dankjewel. Donnie, dankjewel. Voor yes. iedereen die aan het luisteren is, vergeet ons niet 5 sterren te geven. En mocht je op YouTube aan het kijken zijn, vergeet niet even te abonneren. Dit was hem weer voor volgende week. En tot later.